kan wel even de live delen, Sandra. Hier is ze. Mijn Sandraatje. Ik ben heel blij van jou te zien. Altijd ben ik heel blij als ik Sandra zie. Welkom, welkom allemaal. Hier zijn we nog eens een keertje live. Hier gaan we beginnen. Welkom allemaal. Alles goed, nog altijd alles goed. Het plezier dat creëer je zelf. Dus ik vind altijd als je plezier hebt, dat is het voornaamste. Ik heb een leuke video voor jullie allemaal online gezet. Dat is voor jullie allemaal persoonlijk. Omdat ik dat wel belangrijk vind om voor jullie ook iets te doen. Dus omdat ik dat wel heel leuk vind. Omdat ik jullie allemaal graag zie, Tamara. Ik wens jullie allemaal een fijn jaar toe. Met een goede gezondheid. Met alles wat je hartje toebehoort. We gaan frietjes snijden, want anders hebben we geen frietjes bij de volle vouw. En dat is wat ik jammer vind. En ik moet toch niet wachten op mensen, dus ik kan eten wanneer ik wil. Ik kan eten wanneer ik wil. Alvast een gelukkig nieuwjaar, dank u wel. Dus dank u wel. Ik ga er even inkomen met het andere account en jullie ook even kunnen volgen. Dat zou super leuk zijn. Want ons Pipo, die heeft ook een account. Pipo, je weet wel, Pipo, die overal met mij mee naartoe gaat. De bedoeling is het komende jaar. Je bent wel grappig, altijd. Kunnen we dan zo... daar ga ik alles laten zien. Wat wij zo allemaal een beetje doen samen. Wat wij doen heel veel samen. Wij gaan samen op reis. Wij gaan samen op Plopsaland. Wij gaan overal naartoe. Wij doen heel veel dingen samen. Ik zal hem even inspannen met de hartjes. Smakelijk alvast. Eerst dat gaan. Dat is mijn eten niet. Dat zijn mijn schatten. Dus iedereen heeft al eens een sneuvering. Waar is Pipo nu? Pipo zit aan de tafel. Anders wordt hij vuil en dat wil ik niet. Dus het is gemakkelijk om mensen uit te lachen. Ik doe nu even mensen uitlachen. Maar ik lach wel het laatst, want ik weet wat ik in mijn leven heb. En wat ik nog in mijn leven wil bereiken. Dus even allemaal people volgen. Wij eten frits met volle vaat. Koekje. En als voorgerecht een kaasraket. Een woord met een N. Oh ja, nachtegaal. Nacht. Niemandsland. Niet. Je hebt verschillende woorden met een N. Inderdaad, we zijn thuis. Ik ook. Ik ben ook thuis. Dus allemaal even people volgen. Als dat kan, even people volgen. Dus ik ga dat super leuk vinden. 69 mensen, wat ga je vanavond doen? Hier gewoon genieten. Regen achter zon. Regen natuurlijk, hè. Regen. Maar het regen, het is goed weer. Het is niet aan het regen. Komen de mensen eten? Nee, alleen mezelf. Toon je poep. Mijn poep is geheim. Goed dat je hartje spant allemaal. Volg elkaar gewoon, dan heb je heel veel volgers bij elkaar. En dan heb je gewoon volgers bij. Ideaal. Dankjewel, voor jou ook. Leuke outfit, dankjewel. Hé, hey, oma. Goed dat je thuis bent. Mag ik Pipo eens zien? Ja, ik zal Pipo even laten zien.
Wacht, ik zal het anders doen met Pipo. Nee, dat gaat kraken, dat gaat niet. Dat is dan gaat kraken en dan gaan we niet deftig live kunnen gaan. Oké, gaan we maar doen. Pipo is hier. Met zijn vierje, met Pipo. Met de kat en het konijn. Hier is Pipo. Zo. Ga wel daar zitten, want anders dan wordt hem vuil en dat willen we niet. Wil de live dit volgen? Voilà, ik volg je terug. Nou, het eten was in de plannen. Iets goed drinken. Misschien dan nog even live komen. Dat kan ook. Ik zei gek, ja, ik weet dat. Maar beter gek dan niks zijn, hè. Mijn echte naam is Sil. Met ze e le Sil. Zo. Dan ben ik nog niet thuis. Hoe ben je niet thuis? Waar zit je dan naartoe? Je bent toch thuis? Hoe ben je niet thuis? Waar ga je naartoe? Oma. Want zie ik toch thuis zijn? Het is nu, je zegt stil, we zijn wel thuis vanavond en dan zitten we zijn niet thuis. Is de ben je nu thuis of niet thuis? Ben je aan het koken? Ja. Nee, ik zit in oh, een ogenblik. Oh, ik zit in Rogwechter. Ik bedoel ook Pechter. Ik zit dat gewoon maar om weten te zeggen. Er komt een TikTok naam vandaan, van mijn achternaam. Maar mijn achternaam zei ik liever niet in de live. Omdat dat privé is. Oké. Okay. Je kunt daar ook misschien vieren, wat ben je aan het koken? Frieten. Frieten. En dan moet je altijd van de frituur komen. Frieten kun je ook zelf maken. En dat is even lekker. En ik lust liever verse frieten. Dus die gaan we al schillen dat we zeker niet te veel frieten hebben. Voor hetzelfde hadden we te veel frieten. Dus die gaan we eerst wat spoelen. De frieten. Zo, spoelen. Want dat moeten we altijd even spoelen. We moeten zo zeggen, ze hebben ogen. Maar kijk. Ik zal allemaal Pipo volgen. Frieten. Het worden frieten. Even een mesje pakken. Een goed mesje dat goed snijdt. Want als je wat erop bezig zit, schuit uit voor 7 alsjeblieft. Vind je van een val? Even. Een friet, ja. De meeste mensen eten koketten, denk ik. Op, allemaal even Pipo volgen als jullie willen. Zou super tof zijn. De achternaam staat op YouTube, maar dat wil niet zeggen dat op YouTube staat, dat op TikTok moet staan. TikTok vind ik altijd anders dan YouTube. Dus ik wist zelf wie dat mijn achternaam mag weten en wie niet. Hè. Moeten ze maar naar YouTube gaan, maar ik zeg het hier niet persoonlijk. Dat is mijn mening. Iedereen zijn mening. Daarin. Dus ja. Als ik die zou willen delen, had ik het al lang gedaan. Een volle val. Maak je een mooi hemdje, maar dankjewel. Dat is anders. Ik beslis zelf over mijn leven. Dus als ik het hier niet wil zeggen, wil ik het hier niet zeggen. Hè. Daar heeft niemand zaakjes mee hier. Ik zeg mijn achternaam ook niet graag, dus... Als ik kon, zou ik mijn achternaam veranderen. Als ik kon. Frieten.
Dankjewel om hem allemaal even. Dankjewel. Ik kan er vanaf 14 veranderen. Nou nee, super. Ik zou weten wat ik zou nemen, hè. Maar ja, dat is weer heel die opzon. Dus moet ik iets bespreken met mijn begeleiding. Je komt te eten, mezelf. Voor de rest niemand. Voor de rest komt er niemand eten. Niemand. Buiten mezelf. Zo jammer. Dat is jammer, inderdaad. Dat is aan één kant jammer, maar ja, het is wat het is. En soms moet je erbij stilstaan dat het zo is. Uw outfit is mooi, dankjewel. Speciaal voor jullie. Dat ik dat doe. Dacht, ik kom je chic voor de beeld. De mensen die Pieper nog niet volgen, eventjes volgen. Volgend jaar gaan er meer dingen. Zij heeft ook zijn eigen Instagram. Die gaat overal met mij mee naartoe. Altijd, overal. Hey, welkom, welkom, allemaal. Dus als je die nog niet volgt, wat vond je mama, papa, dat je geen meisje meer zou hebben? Papa, dat weet ik niet, maar mijn moeder vond dat geen probleem. Ben je van Sinterklaas? Ja, ik ben van Sinterklaas. Ga je nu misschien wel, misschien ook niet, dat weet ik nog niet, dat ga ik zien. Ik kan niets beloven, waarom niet? Als ik iets beloof, dan moet ik dat uitvoeren en dat vind ik jammer vinden. Dus daarmee dat ik niet alles meteen zeg, want ik ken dat. Ik ga door, laat je fietsjes maken, dankjewel. Ben alleen. Ze ligt met kerstmis. Dus, maar wij gaan er wel doorkomen. Dankjewel. Mini. Oh, die neus is dan het tamste. Om te delen. Allemaal eventjes Pieper ook volgen als jullie zouden willen. En volg je straks wel terug. Wat heb je vandaag gedaan? Eigenlijk nog niet zo heel veel. Dus dat is heel veel. Gelukkig nieuwjaar, dankjewel Kimmy. Ons konijn die eet ook graag frietjes, maar wij gaan die natuurlijk niet bakken. Dus zetten we dat eigenlijk apart in een kommetje. Zodat hij ook frietjes heeft. Ja, thuis zitten. Alleen. Ik heb geen familie. Mijn familie heeft mij, heeft er niet. Hey Bibi, wat vond je van de cadeau? Je zult hem normaal gezien, we gaan het op een mooi bordje leggen. Muffin. Daar is het bordje. Zo. Oké, hey, hallo. Zo. Ga je niet naar buiten? Nee, ik ga niet naar buiten. Een bordje leggen. Dankjewel, het staat in de kast. Oh, tof. Ik ben blij dat je dat gewonnen had. Zeer blij. En ik ben blij dat het ook aangekomen is, maar ik wist wel dat dat ging aankomen, want zo'n straaltje is daar een heel goede in. Het is ermee dat ik dat ook te doen had, want nee, vanavond komen er geen vrienden. Dat is voor onze muffin, de frietjes. Die mag aardappeltjes eten, maar die mag dan niet in de frietketel, want het met zout en alles. Dus houden we dat apart voor muffin. En dan heeft muffin ook frietjes. Het
terwijl ik ook frietjes aan het eten ben. Dus dat is eigenlijk een heel leuk idee voor konijnen. Dus om dat te doen. Wortelen waren vorige week geen succes. Ze wilden ze niet eten op een of andere manier. Dus kan ik niets aan veranderen. Maar mooi stuk blauw. Met die video out. Ik vier helemaal alleen. Helemaal alleen samen met Pipo. Ik vier samen met Pipo. En mijn konijnen. Het nieuwe jaar in. Dus dankjewel allemaal. Dus wie Piepen nog niet volgt, volg hem even. Dus stoppen wij dat. Ga jij opnieuw een roleplay video maken? Wat een roleplay video. Rauwe is aardappel en giften voor de konijn. Nee, dan mogen ze eten, stond zo op de dingen. Op de site. Dat dat geen kwaad kon. Ze is in ieder geval nog niet gestorven. Want ik heb het opgezocht op het internet. Nee, ik maak geen bol spaghetti. Maakt niet uit of het mooi of niet mooi is een strik. Het is mijn strik, ik kies zelf wat mooi is. Mooi. Wat mag een konijn niet eten? Mooi, dankjewel. Bambel, de politie, je kunt toch niet veel doen daaraan. Ik doe één wat ik wil. Dus je kunt daar niet veel tegen doen. Aardappelschillen mogen ze niet. Wat mag een konijn eten? Ja, dat moeten we weten, hè. Dus het lukt zeker. Wat ga je vandaag doen? Gewoon chillen, wat ik altijd doe. Wat is giftig? Het staat er niet bij, dus dan zal het oké zijn. Ben je gay? Ik ben voor allebei, voor vrouwen en mannen. Dus voor allebei. Die kan ergens anders gaan zagen. Je moet dat geen 10 keer typen. Als ik 1 antwoord geef, is de bedoeling dat je dat gehoord hebt. Maar je hoeft dat geen 2 keer te typen. Ik heb duidelijk mijn antwoord gegeven. Vier je alleen? Ik vier alleen vandaag, ja. Dus, ik vier helemaal alleen. Eeshoeka. Het verkeerde. Alles goed zoeken. Zo zijn. Mijn zoeken is daar zijn. Mijn shushu. Zo zielig. Ja, zielig. Het is zielig, maar we gaan er geen ramp van maken. Ook niet. Ik ben niet zo iemand die... Het gaat wel goed. Mag je anders wel naar mijn huis komen te vieren. Dat is heel lief van jou. We gaan al eens 2 kaasterketten eruit halen. Dat is het voorgerecht. Je niet op de grond, hè, mensen. Ik gooi ze in het mandje van de dingen. Dat je niet denkt, al die gooi je op de grond. Nee, dat doe ik niet. Dankjewel voor de roos, Eve. Zo. Ik zit alleen, maar straks niet meer, want dan ga ik op verplaatsing vieren. Ah, heel veel plezier. Dus, straks nog sturen, sowieso. Straks nog sturen, toch niet op de grond. Nee. Ik zeg duidelijk niet op de grond. Dan gaan mensen vragen, ga je toch niet op de grond gooien? Jij. Ik gooi het niet op de grond. Ik zeg het juist, dat kun je niet op de grond gooien. Ik heb hier de dingen staan. Die staan wel op de grond om te bakken. Dus dat wel. Dus we gaan dat straks doen. Dus ik moet even gaan zitten. Hè. Maar ik meen live.
dat is heel lief, maar ik ga momenteel niet live met iemand. Dat is heel lief dat je dat vraagt, maar ik doe dat liever niet. Voor mij is dat heel moeilijk om, je hebt zo'n mooie omgekeerd, dat is om alleen te vieren. Inderdaad, wie zijn eigen graag ziet, ja, ik vind het, je kunt een beetje je eigen graag zien. Waarom? Daarom. Dus, ik ben je grootste fan, super dat je mijn grootste fan bent. Wat ga je morgen doen? Morgen, dan is het gewoon een dag zo lekker ander. Ook niet heel veel te doen. Vier je alleen? Ja, ik vier alleen. Vroeger vierde ik met twee. En nu alleen, omdat mijn mama er niet meer is, vier ik nu alleen. Maar volgend jaar kan ik misschien wel... Hoe laat ga je slapen? Die gaat er 2 uur gaan zijn voor ik in slaap lig. Maar ik meer live, want als ik wil eventjes niet andere mensen in de live. Maar dat is wel heel lief. We gaan echt, ik moet echt eens afspreken met een zonnestraaltje om je zegt dat te doen met mensen. Ik ga dat eens vragen. Of wel, ik ga dat eens vragen aan mijn zorgmama ook. Wat ga je eten? Dus kaasterket, frietjes en een volle vouw. Dus, dus wat gaan we eten? We zaten vanavond op de planning. Gewoon genieten. Dus ik kan ook genieten op mijn eigen. Dus dat is geen probleem. Normaal zou ik bij mensen mogen gaan vieren zijn, maar door dat dat heel prikkels gaf, ging dat niet. Maar misschien volgend jaar wel. Dus misschien wel beter. Ik ga een glaasje drinken vanavond. Sowieso ga ik een glaasje drinken. Ik zal er al eens eentje pakken zijn. Wat is een zorg, mama? Ga ik je zo uitleggen? Ik ga er al eentje pakken. Kunnen we vroeg genoeg beginnen eraan. Hoe rapper je jezelf bent, hoe beter, hè? Er zijn wel meer flesjes, want dat kan ik nooit niet op. Maar, dan stijg weer een melding. Heb je vuurwerk voor vanavond? Nee, ik vind vuurwerk wel gevaarlijk. En ik ben er zelf ook niet echt voor te vinden, voor de diertjes. Dus nee, dat doe ik niet. Wat drink je? Dit drink ik. Dat is alcoholvrij. Dat is helemaal alcoholvrij. Mag ik toch hopen, dat ook de verpakking dat het alcoholvrij is. Wat is dat? Kinderchampagne is het. Maar wat is een zorg, mama? Mijn echte mama is gestorven. En toen mijn echte mama gestorven is, voordat ze gestorven was, wat ons kon zien beklappen, heeft zij Elga gevraagd of dat zij de taken zo'n klein beetje willen opnemen. En ze heeft dan beslist van, oké, ik ga dat doen. En dat is een beetje een zorg, mama, die er altijd voor me is. Het is, ja, ik wil, dit is kiniboe. Wanneer dat ze schennen, natuurlijk, moet je plakken. Dus dit smaakt helemaal. Ik kan niet goed tegen alcohol. Ik heb dat ooit eens gedaan. En toen... ik kwam net thuis. Ik had dat zo in één keer. Ik wist ook niet hoe dat moest. Toen was ik ziek. Waar is je papa? Die zal nu nog aan het werken zijn. Maar... die zit nu nog op het werk. Maar ik heb geen contact met mijn vader al sinds mijn 18 jaar. En dat mag ook zo blijven. Wat is er te doen? Ja, iedereen nieuwjaar vieren zeker, hè. Waarom? Dat zijn uw zaken niet. Ga je vanavond bosspaghetti eten? Nee. Waarom ben je zo opgekleed? Om goed te vieren. Het is niet omdat je alleen zit dat je niet moet vieren, dat je niet... dit of dat, hè. Gewoon genieten. Goh, ik ben niet... Sjoek, dat is echt mooi gezegd. Heb je vuurwerk? Nee, ik heb geen vuurwerk. Ik heb dat niet nodig. Er schiet niet al genoeg vuurwerk. En in Sint-Niklaas is vuurwerk trouwens verboden. Heb je al eens gekust met iemand? Ja, al dikwijls. Ik heb al heel vaak gekust. Je was bezig over je niet goed tegen alcohol. En ik zeg verder. Ja, toen was ik ziek, hè. Ik heb de live te delen. 100 mensen in de live. Waarom heb ik 100 mensen verdiend in één keer? Waar komen die mensen vandaan? Allee, in één keer zijn er 100 mensen. Lust jij koekjes? Wie lust er geen koekjes? Drink je alcohol? Nee, ik drink geen alcohol. Ik kan plezier maken zonder alcohol. Ik ben al gek genoeg dat ik daar nog eens alcohol ga innemen of zo. Nee. Dan ben ik helemaal niet meer te genieten. Wie weet, wat word ik dan een pose man of zo? Ik weet niet. Maar ik ben er... Dus dank je wel. Gaat niks aan, schatje. Dat is een goede vraag. Heel goed. Beste wensen ook voor jou. Wat is je lievelingskoekje? Zandkoekjes, chocoladekoeken. Ga je vieren met iemand? Ja. Ik zal hem eens gaan halen.
mijn ster van de avond. Dus mijn ster van de avond is Jensen, de eerste queen. En de tweede queen is Jensen, mijn ster van de avond. Nee, hoe dat je in het leven staat, vind je van ja, ik hoop dat je vanavond nog een leuk avond hebt in je eentje. Sowieso, wat ben je, 33? Woon je alleen? Ja. Dus met deze twee ga ik vieren. Leeft dat konijn? Ja, dat konijn dat leeft. Hé, Larissa. Is dat een knuffel? Nee, dat is een knuffel en dat is een konijn. Oh, hij is zo flink. Ja. We zaten op de menu voor de val. Wel, ik kras als een lang oorkonijn. Die heeft van die hele lange oren, zie je? Hoe oud is dat konijn? Dat konijn is 4, is bijna 5. In april wordt ze 5 jaar. Het is een meisje, muffin. Laat het smaken, zal ik zeker doen. Konijn met pruimen? Nee, dat gaan we niet doen, hè, muffin. Heb je kinderwens? Nee. Je haalt het goed, dank je wel. Bijt die? Nee, die is heel lief. Die gaat binnenkort mee naar school. Van bij mij komt ze biedt tante Debs, altijd een grote tante Debs en Jaro. Hoe oud wordt dat konijn eigenlijk? Dat weet ik niet hoe oud konijnen worden. Hé, hey, Farah. Hoe schattig is dat? Waar werk je? Op een school? Doe ik. Super. En geef ze maar een hele dikke kus. Je gaat dat toch niet opeten? Nee, zot. Dat gaan wij niet opeten, hè. Nee, zeg maar eens. Nee, dat eten wij hier niet op. Om de live te delen. Zwaai maar eens, ja. Zeg eens het dingen. Noem je mij nu een zot? Ja, ik noem je een zot, ja. Eet kon. Kijk vanavond. Wat ga je vanavond doen? Vieren? Is dat niet zelfs voor dat konijn, om te gaan met school te nemen? Nee. Dat konijn is kindergewoon. Dus dat is niet dat hij de hele dag naar school gaat. Hè. Die gaat daar maar een uurtje naartoe. Is die echt? Ja, die is echt. Dus dat wordt ook afgesproken. Dat is ook een dag wanneer ik niet moet werken. Op een steer eens. Ik heb een vraag. Allee, vertel het eens. Wat is een vraag? De konijn ziet er super lekker uit. Is dat konijn voor koken met Polestar? Nee, we gaan dat niet opeten. Jullie eten ook jullie kind niet op. Wat doe je op die school? Werken? Ik accepteer geen dingen voor de live. Dat doe ik nooit. Schattig konijn, dankjewel. Je deelt daar 5 mensen. Ah, dat is goed, hè. 1 keer, ook geen 1 keer. Hoe noemt dat konijn? Muffin. Dit is Muffin. Mooie streek, dankjewel. Is die echt? Ja, die is echt. We vieren jullie alleen. Ik vier met hem samen. Ja. Kijk hoe zo lange oren dat hij heeft. Kijk eens. Wow. We hebben 2024 gekregen, mijn vriend. We zitten in 2024 bijna. Oh, heb je klap tussen die benen? Dat ken ik niet. Die beweegt, jij beweegt niet zo. Die is dat gewoon, hè. Je mocht naar huis gaan. Je mocht naar huis gaan. Up, zachtjes op de grond. Stil als je niet met iemand wilt, is dat je keuze, je moet dat respecteren, dat is waar. Vier je geen nieuwjaar met de familie? Nee, dat zou geen goed idee zijn. Dat zou geen goed idee zijn. Dat konijn heeft een zwarte PST, wat is dat? Waarom niet? Daarom, hè. O, dat is geen goed idee. Ja, meer moet ik niet zeggen, hè. Waarom we niet met de familie vieren? Waarom? Waarom wel met de familie vieren? Met wie vier ik vier nieuwjaar met Muffin en Pipo. Ja, met de kat ook, maar die zit boven, die komt straks naar beneden. Die komt straks naar beneden. Wie is Pipo? Dat is Pipo.
Hallo. En Muffin, dat is een konijn. Dat is een konijn, maar die loopt nu rond, want we gaan de hele tijd vasthouden voor heel de live. Dankjewel voor de vingerhart. Hoe oud ben je? 33. Dankjewel. Dankjewel voor de roosjes en de vingerhart. Kom straks om 12 uur naar de markt. Ik ga daar ook zijn. Heel veel plezier op de markt. Dankjewel. Gezellig. Wat zullen ze doen op de markt? Om 12 uur. Want ik kan niet zomaar naar buiten, hè. Waar woon jij? In Sint-Niklaas. Ben je aan het voorbereiden? Nee. Bij West-Vlaanderen is dat raar om te zien. Hé, hey, Imke. Imanek. Oh, ik was zo verkeerd. Hè. Oh, man. Het is I en het begint al, hè. Ga je vikingbaard laten staan? Ja, dat laat ik zo staan. Dus, welke parfum gebruikt jij? Dat zou je wel willen weten, hè. Ik gebruik geen lekker parfum. Hartje. Dankjewel. Ik heb dat is zo echt een zoete parfum of zoiets. Ik weet de naam niet, staat boven. Maar echt een zoete parfum. Gefeliciteerd, Geert. Ik ben je buur en ik kan bewijzen, want we wonen in Sint-Niklaas. Dat is goed, maar dat is... Mag ik je nummer? Wil je mijn nummer goed luisteren, hè? 04-900-0000. Waar koop jij die parfum? Ik heb die altijd al gekregen, ik heb die nog nooit niet zelf gekocht. Ik heb nog nooit zelf parfum gekocht, nog nooit. Typfout. Ja, dat kan gebeuren, hè. Zeef vrouw te schrijven, dat kan gebeuren. Wat ga je eten? We gaan beginnen met een kaasroket. Dan zijn het frietjes met vol-au-vent. En dan lekkere appelmoes erbij. Ga je spaghetti maken? Nee. Mag ik je nummer? 5. Koketten, ik ook. Met wie vier je nieuwjaar? Met mij. Waar kan je die kopen? Wat kan je kopen? Maar dus, welke scheermesjes gebruik je van de Action? Zo'n die blauwe van die hele goede kopen. Gebruik ik Lester. Parfum. Ik heb die gekregen van bij de Zeeman. Mooie strik. En ook is parfum gekregen van een heel duur merk. Ik heb hier genoeg parfum staan. Zo. Dus ga je alleen vieren? Nee, met Muffin en Kriezeltje. Met Muffin en Kriezeltje voel je goed aan je zaakje. Ik heb een berichtje gestuurd voor de beste mensen. Ik zal het straks wel zien. Super. Wat vind je van kersen? Ik vind kersen niet zo lekker. Waarom ben je zo'n schat? Ja. Zo opgevoed, hè, en zo geleerd dat ik altijd respect moet hebben. Ook al hebben andere mensen geen respect, maar je moet altijd respectvol terugreageren. Zo kom je het vers in het leven. Mijn oma zei altijd tegen mij, wat je zelf niet leuk vindt, moet je ook niet doen. Met andere mensen. Dank u wel om je te delen, duif. Roku. Zo beter hier wat respect. Ja. Ik ga dat vastklikken hier. Wacht even. Sjoek, ik ga dat vastklikken. Voilà. 60 seconden gaat dat hier staan. Hoe gezegd. Je bent echt mooi. Kan je mij volgen? Ik kan zeker volgen. Dat is maar gewoon klik. En jij volgt mij terug. Hoe gezegd. Inderdaad, Saskia. Dat kan ik niet lezen. Dankjewel om te volgen. Dankjewel om te volgen. Zo krijg je nu volgers bij, hè. Ik ben bezig aan het temperen zo. Dat is goed. Liefdesdokter. Dokter, ik kom niet meer bij. Hey. Ik stik nog in mijn bed. Allee, ik dan mee aan nu toch niet, hè. Mijn Muffin... Wie staat allemaal in die groep? Veel mensen. Je wil niet weten wie er allemaal in zit. Oei, ik ging dat verkeerd gieten. Playboy. Heb je kinderen? Ja. Muffin en Krieseltje. Maar ik ga ze niet terugpakken, want ik laat ze liever even met rust. Het gaat dan voor... ja, wel een dutje gedaan, hè. Heb je ooit gelijk? Heb je huisdieren? Ja, Muffin en Krieseltje. Muffin? Muffin? Ja, Muffin. Allemaal leuke mensen, inderdaad. Allemaal heel leuke mensen. Goedenavond, iedereen.
Muffin is een... Voor nu te zijn, hè, Muffin is een... In die groep. Dag Robben. Dankjewel voor... Oh, dankjewel Imke. Oh, dankjewel. Ah, dankjewel, die gaan we instellen. Die gaan we instellen. Is het een kat, een hond? Nee, het is geen kat of geen hond. Hé, waar zijn mijn dingen niet naartoe? Mijn... een toolinstelling, waar is die naartoe? Ik kan geen toolje instellen. Dat gaat niet. Muffin is wel lekker. Muffin is hier te eten. Dankjewel. Ik vier morgen ook oud. Ja, ah, super tof. Jouw tool is bijna... Ik zie mijn tool zelf niet eens staan. Die zegt hier, die TikTok zegt, uw tool is bijna voltooid. Waar? Ik zie mijn tool niet eens staan. Ik kan zelf niet op mijn tool klikken. Zegt u, uw tool is bijna voltooid. Ah, wel, dat is goed. Maar ik zie mijn tool echt niet staan. Dankjewel. Bekijk uw tool. Ja, dat zou best zijn. Dankjewel. Nieuw tool instellen. Dat gaan we doen. We gaan gewoon gek doen en we gaan een nieuw tool instellen. Want de sterren zijn maar één. Dan moet dat wel lukken, hè. We gaan eens gek doen. Voilà. We gaan eens gek doen, hè. Muffin gaat wel een pakje, wel, maar het eten, het is zo lief. We gaan die nog eens sturen straks. Ik ga tot 17:30 live. Doe een shout-out naar wie? Ga ik niet lezen. We gaan zo... Gaan we heel lang live gaan. 17:30 gaan we live. Hoe lang blijf je live? Tot 17:30 blijven we live. Dat is goed. Wanneer daten en ik date niet. Die is in feeststemming. Ik zit altijd in feeststemming. Ik vind altijd, elke dag is het leven. En elke dag moet je leven. Muffin is wel lekker. Ga bakken, maar we eten geen konijn. Het is zo lief. Inderdaad. Dus ik lust al geen konijn. Dus mijn oma had ooit iets klaargemaakt, konijn. Ik moest het niet hebben. Hoort het idee al dat er konijn op je bord lag? Nee. Gelukkig nieuwjaar, dank u wel. Ik ga even zeggen, gezin pakken dat Pipo zijn account ook wel op kan gaan. Daar gaan we leuke dingen mee doen. Heel leuke dingen. Laten leven. Straks in de groep sturen. Ja, dat kunnen we doen. Je kunt ik altijd privé sturen. Iedereen mag mij sturen. Voor mensen die nog niet in de groep zitten van Polestar. Dus iets hebben welke groep gaan we dan sturen. Ik ga het even laten zien. Ik ga wel dichter zetten. Hè. Dan zit ik iets gemakkelijker. Dus wij hebben een groep. En iedereen is daar welkom. Dus iedereen mag daar gewoon lid worden. Dus dat is eigenlijk Polestar van Club op Facebook. En dan kan je daar... van Club. Dan kan je daar op. Heb je plannen voor vandaag? Ja, gewoon genieten. En dan kom je in een chatgroep terecht. Dat ik kan laten zien. En in die chatgroep... Kan je dan praten? Komt er bezoek of ga je weg? Ik blijf gewoon thuis. En ik heb geen bezoek. Daar gaan we even op reageren, want mensen sturen massaal. Er hangt zelfs een schildpad. Doe je gel in je haar? Nee, ik doe wax. Ik heb deze blauwe kleur gekregen van mijn grote held Heidi. Dankjewel om te volgen. Dat is vrijdag spaghetti.
Die groep is privé. Ja, dus je kleedt gewoon aan en ik voeg jullie gewoon toe. Dus iedereen is daar welkom in. Dank u wel. Jij zit er al in, Eline. Ja, jij zit er al in. Dat is waar. Mijn neus, hè, is echt... Oh, je zit die Klaas. Ja. Alvast een leuk nieuwjaar, dankjewel. Zitten allemaal leuke, dat hoop ik toch, dat er leuke mensen in zitten. Dat hoop ik alleszins. Ik kan het alleen maar hopen dat er leuke mensen in zitten. Zo, jullie zijn normaal gezien uitgenodigd om in de groep te zitten. Wat doe je vandaag? Een beetje genieten van het oude jaar, jaarswisseling en een beetje genieten, hè. Laten we allemaal nog eens klinken op het nieuwe jaar dat gaat komen. En het oude jaar was superleuk. Het was echt leuk. De juiste vrienden om je heen. De juiste mensen om je heen. Ben je alleen? Ja, ben je alleen? Kunnen we dan met die mensen naar Proplans? Nee, dat zal te veel zijn. Wat drink je? Ik drink Giribu. Ik drink nooit echt alcohol. Want ik kan daar niet zo goed tegen. Maar ik denk wel heel graag gewoon zo. Komen er nog mensen? Nee, er komen geen mensen meer. Zit je te bezatten? Nee. Ik zal nooit alcohol drinken. Nooit. Klus het ook niet. En het is niet mijn ding. Dus echt niet mijn ding. Omdat die mensen met hun familie gaan vieren. En ik vind dat belangrijk dat die mensen met hun familie gaan vieren. Wat ga je doen? Vieren? Heb je ooit alcohol gedronken? Ja, wacht, we zitten even achter. Hè. Dus ik ben Kiki, kater van gisteren. Ik vind het erg om alleen te zeggen. Nee, heb je ooit alcohol gedronken? Ja. Ik heb ooit ook al gedronken. Doe je het niet met je ouders. Mijn mama is al 3 jaar geleden overleden, dus ik kan het niet met mijn mama doen. En ik heb geen contact met mijn familie, dat heeft ook zijn redenen. Ik geniet wel alvast, dankjewel. Waar ga je vieren thuis? Ik ga gewoon thuis vieren, gewoon op mijn gemakje vieren. Sorry, dat is helemaal niet erg. Ik antwoord daarmee heel veel plezier op. Vuurwerk, dat doe ik niet aan mee. Ik vind dat erg voor de dieren, maar iedereen dat wil doen, mag dat doen. Dus ik praat heel graag over mijn mama, dus ik vind het helemaal niet alleen. Ja, ik ben alleen met Muffin en Kriseltje. Wat ga je doen? Gewoon vieren met mezelf. En met Muffin en Kriseltje. Ga je straks aftellen? Ja, ik tel ook altijd mee af. Dus dat doe ik ook. Heb je diertjes? Ja, Muffin en Kiesje, dat zijn kat en een konijn. Woon je alleen? Veel plezier. Dankjewel, Louise. Leuk, heel leuk, ja. Dus gewoon een beetje dankjewel voor de roos. Wat doe je van werk? Ik werk op een... Ik doe begeleid werken. Dus een beetje vrijwilligerswerk, maar dan voor mensen met een beperking. Op een kleuterschool en dan moet ik zo wat helpen. In de klas, dat wil zeggen, ik ga met de kindje mee naar het toilet. Als het nodig is, dan kuis ik een poepje af. Of ik doe een pampertje proper maken. Ik geef een koekjes, een drinken, ik vul een drinken op. Ik doe leuke activiteiten met de kinderen, zoals voetbal. En zo'n dingen allemaal.
alles op hun eigen niveau, dus. En dat is een heel grote activiteit om te doen. Dus een heel grote activiteit. Dat is niet altijd heel gemakkelijk, maar ik vind het wel leuk om met mijn collega's dat te mogen doen. Dus alles goed, alles is heel goed. Het gaat zeer doen. Wat ga je doen? Feesten, like iedereen, denk ik. Iedereen gaat feesten. Ik ga ook feesten, maar dan op mijn eigen manier. Dankjewel, dat is graag gedaan, Eline. Dus, zit je met de familie? En nee, als je de kier zit, dan is met de familie. Zoals ik al vertrokken, hoe lang werk je daar al? Ik werk daar nu al 3 jaar. En ik doe mijn werk blijkbaar heel goed, want ze hebben dinsdag en vrijdag namiddag erbij gepakt. Met Muffin en Kristeltje ga ik vieren. Feesten, dat kun je ook alleen doen. Daar is geen probleem mee. Als je je eigen graag ziet, is dat geen probleem. Want dan waardeert je je eigen en dan maak je daar iets leuks van. En dan probeer je daar iets leuks van te maken. Zo lijkt bijvoorbeeld, je koopt wat drank. Ik ken de champagne. Je kleedt je mooi aan. Je waardeert je eigen. Je eet iets lekker. Waardoor dat je toch een gevoel hebt dat je eigenlijk wel feest. Ga je vuurwerk afsteken? Nee, want dat is wel niet goed komen. Dan is heel de boel weg, denk ik. Dus lekker eten. Dat is heel belangrijk. Lekker eten. Ik had frietjes. Het voorgerecht is kaasroket. Dan eten we frietjes met lekkere vol-au-vent met koek en appelmoes. En nagerecht is een chocolademousse. Dus dat zat er een beetje op het menu. Kaasroketten, vol-au-vent, frietjes met appelmoes en een chocolademousse. Klinkt heel lekker, dankjewel. Het heeft me niet heel veel werk gekost om dat gewoon te maken. En je hebt er ook heel veel geniet van. Dus ik ga nu eten. Smakelijk, Eline. Ah, jij vliegt al sterk in het nieuwe jaar. Dus dat komt goed. Ik heb geleerd om mijn eigen te waarderen. Nou, het is ook doordat ik nu begeleid werken doe. Ik doe dat al heel lang, maar dat was op een andere school. En daardoor leer ik ook wel omgaan hoe het is om in het echte leven te staan. Dat wil dus ook zeggen dat ik zelf moet staan. Ik doe ook alles alleen. Niet omdat je een beperking hebt. Dat je thuis geen huishouden moet gaan doen of zo. Dat moet je allemaal doen. En dat probeer ik wel zo wat vol te houden. Zoals de was te doen, te strijken. Zo wat dingen allemaal. Dat is niet altijd heel gemakkelijk. Maar ik doe mijn best. Ik doe heel hard mijn best om er te staan. Om toch mee te kunnen draaien in deze maatschappij. Ook al is dat soms hard, maar dat is wat ik doe. Vuurwerk vind ik leuk, maar dan doe ik wel mijn koptelefoon op, omdat dat veel te luid is met vuurwerk. Dat wel. Maar de volgers, ik denk dat ze allemaal aan het voorgerecht zitten, denk ik, al mijn volgers, want ze zijn in één keer heel stil. Heel stil. Welkom, welkom. Dankjewel om te volgen. Wat ga jij doen? Een beetje feesten met jezelf. Dus een beetje genieten van het leven. Ik ben dan naar jou aan het luisteren, als je partij aan het luisteren bent. Dus voor mensen die Pipo nog niet volgen. Pipo is eigenlijk, ik ga het even uitleggen, voor mensen die Pipo nog niet kennen. Pipo heb ik gekregen van mijn mama, zoveel jaar geleden. En die helpt mij eigenlijk ook bij heel veel stress. Die gaat ook overal mee naartoe. Dus ook naar de zee, dat kun je allemaal zien op zijn profiel. En zo. En dat is een beetje mijn toeverlaat als ik alleen ben, want ik ben heel vaak alleen. En die helpt mij door moeilijke periodes. En zo heb ik ook een beetje mijn mama mee. En daarmee is Pipo er meestal wel bij, omdat je dan je mama zo'n beetje mee kunt nemen. Overal toe, Pipo is al meegeweest naar mijn werk. Is al meegeweest met enkele buffets. Zo lijkt bijvoorbeeld Slons die van ons, zal ik het even laten zien. Die ging dan mee naar Slons die van ons. Josje is die meegeweest. Dan Lindsay.
dan die van thuis. En je moet eens even kijken op zijn profiel, ook op zijn Instagram, daar staan ook heel veel dingetjes. En is er meestal er altijd bij. People. Het is super tof om hem er altijd bij te hebben. Yo bro, ken je me nog? Is dat iemand een vraag tegen? Dat is heel moeilijk voor mij te weten wie dat je bent. Is het nog niet te vroeg? Nee, het is nog niet te vroeg, nee. Het is nooit te vroeg om te klinken op iets. Niet. Goed, madame, ik zie geen madame. Ik zie geen madameke. En Quinn. Ik kom allemaal. Zegt al een nieuw geluk, dankjewel TikTok meisje, dankjewel. Ook voor jou, al een gelukkig nieuwjaar. Geniet ervan, goede gezondheid. Mooi, mooie klok op de achtergrond. Een klok? Ik heb geen klok. Dat zijn geen klokken, dat zijn iets anders. Hè. Ga je samen nieuwjaar vieren? Ik ga gewoon nieuwjaar vieren met mezelf. Heb je nog een broer? Ik heb nog een broer, ja. Spaghetti en mayonaise, wat staat er? Dat lust ik niet. Wat staat er nog op de planning? Op de menu? Op de menu staat nog kaasroket, frietjes met vol au vent en appelmoes en chocolademousse als dessert. Hey, hallo, welkom, Wippie. Welkom, welkom. Als je het op menu staat, dan kom ik zeker langs, hoor. En de smaak... Je dat zelf. Ik maak dat helemaal zelf, ja, want de volle vouw die maak ik voor heel veel porties. Die vier ik dan in. En dan kan ik dat in mate eten. En de friet steek ik ook helemaal zelf. De kaasraketten zelf helaas niet. Dat nog niet. Mogen we langskomen? Nee, dat is niet nodig. Geniet er maar van, dankjewel. Hoe kom je aan dat Chinees accent? Dat zou ik niet weten. Kan ik een bestelling maken? Daar is te laat voor. Je hebt echt wis materiaal omdat je kan koken. Maar in één keer terug zoveel mensen in de live. Wow. Heb je blauwe haar? Ja, ik heb een beetje blauwe haar. Oké, goed. Uit je outfit is zien. Ik zal mijn outfit eens laten zien. Ben je klaar voor? Kijk, ik zal even op mijn stoel staan. Dat staat me op één. Top. Dit is mijn outfit. Een broekje. Een mooie broekje. En dan mijn hemdje en mijn das. Ja, en dan mijn strik. Als er iets is, mag je me altijd mot maken. Dankjewel. Dat zal ik zeker onthouden. Maar we hebben momenteel mots genoeg. Heb je niet koud zo'n korte short? Nee, totaal. Ik ben binnen, de verwarming staat aan. Ik denk dat de wind wel iets minder is dan dat ze hebben gezegd, denk ik. Dankjewel. Het is niet echt een short, het is eigenlijk meer van een ski-kostuum. Dat is echt een short voor om er een hemdje te dragen. Dat is echt een ski-kostuum.
Dat zou je niet dagelijks kunnen dragen, maar wel gewoon zo. Welke schoenen? Welke schoenen? Ik heb Nike schoenen, rood met zwart. Zoals ik hoor, komt die van de CNA. Bij de tiende afdeling. Want alles wat ik moet kopen is van de tieners, want anders kan ik er niet in. Dat is allemaal te groot anders. Vier je alleen? Ja, ik vier alleen. Yes, hè. Dus, ik heb dat probleem ook altijd. Wil je echt niet dat we langskomen? Nee, dat is niet nodig, CB. Kan je het vieren met je vrienden? Mijn vrienden zijn apart aan het vieren momenteel. Ik zou daar wel, ik was uitgenodigd daarop. Maar dat is veel te druk wegens de prikkels en zo. Het was daar veel te druk. En dat was niet haalbaar. Dan zou ik overprikkeld geraken. En dat wouden ze ook niet doen. En dan zouden ze het liever apart met mij doen. Dan samen dat er te veel prikkels zijn. En ik vind dat ook niet erg. Oei, dat is minder fijne kerst. En een nieuw toegewenst, dankjewel. Kerst is al gepasseerd. Dus, maar dankjewel. Dirk, hey Dirk. Ga je vuurwerk afsteken? Nee, dat komt niet goed. Vuurwerk afsteken, dat ga ik niet doen. Nee. Totaal niet. Dankjewel. En dan kijken wel. Wat ga je doen? Wat ga je eten? Kaasenket, volle vaal, met frietjes en appelmoes. En dan als dessertje een chocolademoes. Dus, ja, dat kan gebeuren. Iedereen kan fouten schrijven. Ik schrijf elke dag fouten, want ik kan helemaal niet goed typen. Dus ik maak wel heel vaak fouten. Ik breng wel frietjes met vol vlees als je wil. Dat is super lief van jou, maar dat is niet nodig. Ik heb die zelf gemaakt gisteren in de live bij Koken bij Bolstar. Ik zal hem eens laten zien, dan kun je ze al eens, dan kun je hem al eens bekijken, chocolademoes. En, het gaat echt heel goed uit. Goed opgesteven. Dit is de chocolademoes die ik heb gemaakt. Die ziet echt super lekker uit. Nee, dat is niet uit een pakje. Ik heb dat zelf vers gemaakt. Helaas kan je niets bestellen. Dankjewel om te volgen. Dankjewel. Ik heb die zelf gemaakt met het recept dat ik vond op het internet. Ik heb melkchocolade gesmolten. Ik heb de eikens. Ik heb natuurlijk... Ik zeg het dan, ik ben het aan het zeggen. Dus ik heb melkchocolade gesmolten. Ik heb dan het eigeel en het eiwit gescheiden. Het eiwit heb ik helemaal te mixen. Met het 60 gram suiker. Kristalsuiker. Dan heb ik room. 250 gram liter room erin gedaan. Zo'n potje, zo'n flesje heb ik erin gedaan. Ook opgeklopt. Dan moest even in de koelkast. Als chocolade gesmolten was, dan heb ik die eerst bij het eiwit gedaan. Die goed zachtjes eronder gedaan. En, dan heb ik de room eronder gedaan. En dan een dagje in de koelkast. En het is fantastisch gelukt. Ik ben er heel content mee. En die glaasje die heb ik gekocht ooit. Allee, die heb ik gekregen op mijn verjaardag. En je ziet hoe mooi dat eigenlijk gemengd is. Omdat deze persoon geen familie heeft. En dat de vrienden het wel willen vieren en... Ah, waarom, al die, waarom dit, waarom dat? Als je alleen fiets fiet, alleen ziet er goed uit, dankjewel. Dus ik vier alleen, maar ook niet helemaal alleen, want ik vier met mijn huisdieren samen. Dus, en dat is ook mooi met mijn huisdieren samen vieren. Dus dat is geen probleem. Super. Dus eens je het bestellen. De receptjes kan je ook altijd vinden op Koken met Bolstar.
Want daar staat alle receptjes op. Met koken met polstar. Maya taart. Dat heb ik nooit niet gemaakt, een Maya taart. Dus dat toch nooit. Al direct bij mij had ik geuit. Dankjewel, Ruud. Dankjewel voor het hartje. Voor jou ook een warm hartje. Dankjewel. Is Polstar je echte naam? Nee, mijn naam is Cecil. Waarom vier je niet met je ouders? Omdat mijn mama 3 jaar geleden overleden is en ik heb geen contact met de rest van de familie. Dus ook niet met mijn vader. En waarom? Dat ga ik niet vertellen. Omdat dat privé is. Zo is ik ook in contact met mijn familie. Dankjewel om de live vlog eens te delen. Hoe gaat het in het leven? In het leven gaat het heel goed. Ik heb de juiste vrienden. Ik zeg juist ook in familie. Dat heb ik juist gezegd. Ik zei het al 1000 keer. Je zegt, ik bedoel niet verkeerd, maar dat is heel moeilijk. Omdat ik heb opnieuw te moeten zeggen. Ja, dat is niet zo leuk. Zeker niet op deze dagen. Maar dus, ik heb geen familie. Ik heb alleen maar vrienden. En die vrienden zijn nu alleen aan het vieren. Waarom? Omdat dat anders te veel prikkels gaf. En ik begrijp dat ook heel goed. Want het is daar heel druk en ik kan niet goed tegen drukte. En ik heb daar geen problemen mee. Ik heb dan ook gezegd van kijk, we gaan dat op een aparte dag eens een keertje doen. Inderdaad, Ruud, jij bent een beetje familie van mij. Dat klinkt een beetje raar. Omdat er in mijn familie ook een Ruud zit. Dus ik ga er niet op. Heb je familie? Ik heb het hier al een paar keer gezet. Ik heb geen familie meer. Dus nee. Ik denk ondertussen dat het wel duidelijk is. Ga je op restaurant Polstar? Nee, ik blijf thuis. Ik ga thuis genieten. Dus gewoon een beetje genieten en komt er goed. Hoe lang blijf je live? Tot 6 uur. Dan gaat hij eten. Nu is het gewoon een verandering van een datum, dus geen stress. Ik heb totaal geen stress. Dus blijf je alleen thuis? Ja, ik blijf alleen thuis. Samen met de konijn en de kat en people. Blijf ik hier alleen. We gaan eten. Kaasroket. Met frietjes. Dan met vol au vent. En dan een koekje erbij. Top, ik ga je laten. Want ik ga eten beginnen tot later. Een gelukkig nieuw jaar. Maar het is, ik antwoord er niet op. Ik heb er juist 3 keer op geantwoord. Ik denk dat ik het ondertussen wel al weet. Ook voor jou, Brent. Een gelukkig nieuw jaar. Ga je het laat maken? Sowieso maak ik het laat. Dus ik ga ervan genieten. Dus ik ga eerst naar de belly gaan kijken. En ik ga het laat maken. Sowieso maak ik het wel laat. Zo'n mooie kleed, dankjewel. Speciaal voor jullie heb ik me zo'n mooie kleed. En ook voor mezelf. Omdat ik het wel belangrijk vond om zo te kleden. Heb je huisdieren? Ja, ik heb een konijn en een kat. Kan ik ze oortjes pakken, dan kan ik horen wat ze in de groep zeggen. Dankjewel, leuk neusje, dankjewel. Ben jullie mij zo afzien als familie? Ik zie jullie ook een beetje als familie. Het is daarmee dat ik ook zo live kom op deze periode. Om de live te delen. Dankjewel voor de roos. Mooi outfit, dankjewel. Is het zakelijk uit? Ja, ja, maar ik ben ook een beetje zakelijk, hè. Een strikje voor de familie. Werk je bij een circus? Nee, ik werk niet bij een circus. Dat lijkt ons wel op een circus op school. Met allemaal andere culturen. Met andere karakters. Met heel veel plezier en zo van de dingen. Maar ik werk niet bij een circus. Een goede middag. Dus ik heb het een beetje gehad met u. Dus alsjeblieft zeg. Hé, hey Bella. Lang geleden. Zeer lang geleden, Bella.
Ik ben blij dat je eens komt kijken. Zo. Wil je een shout-out doen aan Stijn Rens? En de andere naam kan je lezen. Gelukkig nieuwjaar van Habiba. Alles goed, Habiba? Wat ga je eten? Kaasraket, frietjes, volava, koekje erbij, appelmoes en chocolademoes. Oh man, ik ga even inkomen, maar wel zonder camera. Allee, ik hoop er even in, je moogt. Ik wil even mijn luid aanzetten, want anders gaan we niet veel horen. Alles goed, ja, als ik mijn camera doe, maar ik heb geen hoofddoek aan, schatje. Mag ik bij u komen eten? Is het lekkerder bij mij dan bij u? Ik weet dat nog niet. Ik weet niet wat voor het eten is, dus ja. Maar zo'n mooie man kan ik toch niet afwijzen. Ik moet toch, allee, toch, ja. Ja, mensen. En voor die 44 kijkertjes, hè, geen haat naar hem toe, hè, want dan zijn we mee te maken. Dan houdt dat heel goed. Je zou het later maken, wacht. Hè. Nee, hier? Dat moet niet, schatje. Nee, was ik wel staat uit doen door Chillis Steinen en Rens van Wending. Wat is dat voor iets? Ja, je hebt hier van alles al gehad. Ze. We hadden er net 100 kijkers. 100, hè. Gewoon puur omdat ik een aardappel aan het schillen was. Wel, ze moet een keer met de camera komen, dan komt er 200 kijkers. Oh. Ja, ik ga nieuwjaar vieren. Ik ben al bezig met nieuwjaar te vieren met jullie samen. Ik heb hier al mijn drinken klaarstaan. Dus, wilt je nog meer hebben? Voor mij vodka, hè? Want ja, daar kom ik niet toe mee, hè? We gaan er nog wel staan, hè? Dus dat is geen probleem. Hey. Ja, dus ik ga vodka drinken. Onze bolstarke gaan maken dat ik een goede vodka heb met Red Bull. We gaan straks waarschijnlijk samen aftellen, dat weet ik nog niet. Ja, ik kan niet op TikTok zitten, mensen. Ja, ik kom even erin. Hé, hey, maatje, ik wens je voor... Ik wens je ook een goed 2020. Hoe oud staat van dat biertje? Is dat Turks meisje? Ja, oh. Ja. Nee, die is niet meer in het leven. Allee, die leeft toch wel, maar niet in mijn leven, verstaat je? Die is uit mijn leven gegaan. Kan je daar wat vertellen, maar niet vandaag. Maar nee, voor de kerstfeest, jongen, hij loopt ook wel achter, mijn kerels. Maar Oosje, ik ben geen moderator. Schatje, ik kan wel niemand blokken, hè, schat. Kan ja, maar ik zei toch, ik ga je moderator maken. En jij zegt, nee, maar dat is niet nodig, zegde jij dan. Ik zei, ja, dat is wel nodig, hè. Want ja, ik haal soms iedereen een beetje van tussen. Dat is niet omdat je geen moderator mocht zijn, hè. Maar ik haal iedereen zo van tussen, omdat... Ja, soms heb ik die nodig, soms niet. Hangt je van af wie er is op dat moment, hè. Dus voilà. De meeste zeg ik dat, hè. Van, ja, ik ga je moderator maken. En gaat dat niet door, dus dat is niet nodig. Dat is goed. Veel plezier op het feestje, niet te zat. En veilig thuis. Dat is heel belangrijk, veilig thuis zijn. Waarom moeten wij veilig thuis zijn? We gaan gewoon te voet, hè? Dat is zeker veilig thuis. Te voet. Voilà, denk ik dat je kan dat. Ja, liefdesdokker, maar ik kan niet met camera aankomen, want ik heb geen hoofddoek aan. En ja, dat gaat niet. Ik zal het je straks uitleggen, liefdesdokter. Dan gaat je meteen weten dat je die kent. Bossar, je bent een mooi voorbeeld, topper ben je. Ja, ja, en wat koop ik? Ga ze bij hem gaan drinken. Ik ga mijn zat zuipen en dan als je Habiba voorbij ziet lopen, is een naaktgeet. Nu weet ik wie je bent. Ja, ik kan niet op camera komen, schatjes. Echt niet, want ik heb dat niet. Erg, dat is helemaal niet erg. Uw nagels zijn ook mooi. Ja, ja, dat is toch ook sexy? Ja. Dat weet je wat dat er op je rug komt. Dus daar moet het gedaald zijn, hè. Die hebben gezegd, oh, die heeft van die scherpe nagels. We zijn denken die allemaal, want als die schrappen, dan zijn we maar weg, hè, denken die, want dat ziet er wel gevaarlijk uit. Tot de Habiba in het scherm komt. Weet je wat ik zie? Als je gedronken hebt, allemaal beestjes om je heen. Oei, dan moet je niet drinken naar mijn kind. Heb je familie? Kobe, geen 1000 keer vragen, ja? Nog één keer dat vraag, oké, mijn kind. Kijk, weet je wat hij kunt vliegen met de blokken?
Daar is ook familie. En ik heb net nieuwe blokken gekocht voor de school, hè, dus ze gaan nu goed spelen met de blokken, hè. Ah, voilà. Welke Het is kleurkens een grote van blok. blokken? Ken je dat wat? Leidje, liedje? Welk liedje? Ik weet niet welk liedje. Ik weet niet welk liedje, hè? Ik weet het ook niet. Met een liedje. Er zijn zoveel liedjes. Want die beestjes, ja, dat ken ik. Dat heb ik ooit eens opgenomen. Ja, dat zijn ook allemaal beestjes. Ja, en als Habiba drinkt, komt Habiba naakt buiten. Dus als je wilt dat Habiba naakt buiten komt, moet je mij een keer goede vodka geven en het is een chakos. Wat heb je gehoord? Wat heb jij gehoord? Wat moet je weer van mij gehoord hebben? Niks. Je kunt niks van mij horen. Dat wil jij wel, hè, liefdesdokter, dat ik naakt kom. Kom er nog later Ja, bij de komen groep. er leden bij de groep? Ja, natuurlijk komen er nog leden bij de groep. De bedoeling is dat de groep van Polestar groot wordt, hè. Dus er gaan nog heel veel bij komen. Ja, dat je stout was. Ik ben altijd stout. Dat is een feit. Habiba is geen brave vrouw. Ja, sorry, ja, ik heb mijn ei niet gemaakt, hè, mensen. Nou, ik ook niet. Komt Elga. Elga komt. Maar die panda mag daar blijven. Elga, die mag, is altijd welkom. Altijd. Maar panda, die laten we daar. Wanneer ga je eens afspreken met Elga? En wel Binnenkort. morgen. Ik heb vandaag afgesproken met Elga. Ik ga straks bellen, ga ik ze zingen mee. Ik wens je gelukkig niet. Happy New Year! Ik heb ook een ding, maar ja, ik heb geen hoofd. Ja. Wacht, wat ik ga doen, stel ik, ik ga mijn camera draaien en dan zie je mijn beentjes, wat ik aan heb. Dat is goed. Dus Succes. wat? Succes! Nee, voor u succes, niet voor mij, hè? Wacht, hè? Goed draaien, hè. I'm sexy and we know it. Prachtig. Komt elke groep daar al in, Elga, maar die praat niet heel veel in de groep. Dus, maar het is er ook in, mijn zorgmama zit ook in de groep. Die moet in de groep, die moet goed kijken dat het allemaal goed verloopt. Die zit ook in de groep, maar die zegt niet heel veel. En dat is ook niet nodig. Maar die zal wel reageren wanneer het nodig is. Dus die is gewoon stil en die kijkt. En als er iets aan de hand is en jij zei je maakt een goede fout, dan zult het wel geweten hebben. Goedenavond. Hey. Bossa, wanneer ga je nog eens koken? Morgen. Als morgen weer etenstijd is. Ja, om 12 uur stipt ga ik koken, hè. Ja, en nu ga ik niet meer koken. Allee, ik ga wel nog koken. Ik ga straks koken eigenlijk, hè. Ik moet mijn frietjes in de frietketel steken, mijn kaasketter erin steken. Dan dus heb ik geen eten, hè. Ja, dan gaat dat niet, hè, als ik geen eten heb. Voilà. Ja, met mijn familie, met Muffin en Kiesje ga ik vieren en met Pipo. Die staat al klaar trouwens om te vieren, Pipo. Helemaal klaar. Maar Normaal het. hij moet wel een beetje schone kleren aan doen. Dat is zijn kostuumknook, hè? Ja, maar hij heeft geen. Had jij dat Dan moet je dat vrij? bestellen. Dan moet je dat bestellen, mijn kind, voor volgend jaar. Allee, het is bijna volgend jaar, maar ja. Ja, een dag ook bestellen en dan twee volgend jaar komt het aan. Hè. Ik ga naar bol.com bestellen dan. Hè. Morgen geleverd, hè. Dan hebben we dat op tegen volgend jaar. Hè. Voilà, dan heb je op tijd, hè? Ja, Maar hij is wat schatje, klein. ik ga je laten, want ik denk dat mijn familie daar is, dus ik moet jullie laten. Dat is goed. Doen ze Is goed, allemaal de als groep er iets, in? stel als er iets is, stuur u gewoon uw live door en dan blok ik wel. Is goed. Is goed? Ben je nog maagd? Uw moeder is ook nog maagd. Kom, je lacht alle. Goed, maar geniet van die familie, hè? En Ja, het geen. is goed, schatke. Sorry. Allee, tot de volgende. Voor jullie allemaal hetzelfde. Ciao, ciao. Tada. Ze die doet het ook met veel plezier. Om met die grillen in Sint-Truiden. Als ik jij laat weten hoe ik kan komen met de trein, kom ik misschien wel eens af. Maar ik breng wel mijn moderators mee, hè. Dat wel, hè. Zonder mijn moderators kom ik niet. Goed, die. Nee, ik ben niet alleen. Ik heb hier nog een kat rondlopen en een joepie. En nog een konijn. Ben je trans? Ja. Sander, nee. Dat is weer een vraag, daar antwoord ik niet op. Dan mag ik mee live.
Je mocht altijd mee live. Ik heb je uitgenodigd. Jij mocht dan meegaan. Kan ik jouw konijn eens zien? Wacht, ga eens kijken of ik ze al in de pot heb gestoken of nog niet, hè? Even zetten. Wat is het konijn eigenlijk? Want goed, ze zijn momenteel. Kom eens hier, mijn pepe. Mijn pepe. Wel, 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 wel. Die willen mijn konijn zien. Wat drink je? Kinderchampagne. Een goede dag allemaal. Hè. Zet de strik. Beetje zo. Voilà. Ik ben geboren als een vrouw. En ik ga sterven als een man. Hoe kan je deze moeten die lid worden van de moeten die lid worden van de fanclub en dan kunnen die zo erin komen. Doei, mijn babytje, mijn baby, wij zijn vrienden, vrienden voor altijd. Wij zijn vrienden voor het leven. Nemen muffins samen. Dit is mijn baby girl. Dat konijn luistert goed. Dat konijn is werk op school, ja. Maar het is vakantie. Het is vakantie. Zet je alleen? Ga je alleen aftellen? Nee, ik ga samen aftellen. Van 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Nee, het is nog geen nieuwjaar, ik kan het nog niet zeggen. Ik wens je een gelukkig nieuwjaar. Ik wens je een gelukkig nieuwjaar. Ik wens je een gelukkig nieuwjaar van ons allemaal. Muffet, nee, dat moet je niet doen, want dat gaat dan niet, Muffet. Gekieperwit. Nou, dit is even leeg. Met Muffet, die is 4 jaar oud. En is smoorverliefd op elkaar. Verliefd op een beg, verliefd op een wolf. Awoe. Bij mij zijn mijn konijnen buiten. Ah, de mensen altijd. Met de mensen zit altijd binnen, hè? Ja. Zit altijd binnen. Gaan we dansen op muziek? Muziek. Party! Dansen, dansen als een farao. Dansen, dansen als een farao. Oh. Kakt hij niet op de vloer? Nee, dat is opgevoed. Die doet dat niet. Kakken doen we in een bak. In een bak, je kan wel kakken in mijn vent. We pakken niet op de vloer. Nee, ik woon niet alleen. Nee, ik woon niet alleen. Zie je toch? Ik heb een konijn die bij mij woont. Lijkt op een knuffel. Ja, ik weet het. Ze is zo. En wij doen alles verliefd op een wolf. Ja.
Daar gaan we binnenkort naartoe en naar de musical van K3, hè? De drie piggetjes. Noemt een hamster als een konijn, voor alle verduidelijking, want voor mij is dat, mijn mama is in de hemel. Schattig konijn, zeker weten. Ik leef, zegt ik leef, ik leef. Ik leef voor jou, Emirte. Dat is goed, waar is je papa? Mijn papa is al op het werk. Met wie wil je een jaar? Maar wel. Hij zit hier. Met mij, zegt hij hier. Met mij. Hij steekt zijn poten de lucht in, want dan zeg ik, bij mij. Deed hij. Want dan zeg ik, zit hier ook. Ja. Hij vindt dat helemaal niet erg, hè? Nee, ik vind dat helemaal niet erg. Hè. Dus ik hang trouwens niet aan zijn nekje. Die zit, er is ook plaats over, hè? Heb jij een robot? We gaan het eens openmaken. Nou, pas op dat je niet valt. We gaan, upsie, kijk. Upsie, hè? Met een beste vriend. Wilt je weg? Dan gaat je maar weg, hè? Boezie, boezie. Dan steek jij je poortje friet, hè? Dan steek jij je poortje frietjes. En straks krijg je een potje frietjes en dan... Hup, ga maar. Nee, met muffin, met dit konijntje. Ga maar. Hoppla, ze is weg. Niet overdrijven, jullie. Jullie overdrijven een beetje. Hè? Je ziet een konijn, oh, mishandeling. Maar dat is niet zo. Dat die loopt toch rond... Dus jullie overdrijven heel rap met iets. Dat dier wordt zeer goed verzorgd. Dat dier komt iets tekort. Dat dier kijkt alle liefde van de wereld. Maar wilt een mens nog meer. En straks gaan we samen kerst vieren. De liefdesdokter Elientje is een beetje een mysterie. En die wil liever niet gekend zijn hier. Heeft dat konijn ook tv? Dat konijn kan tv kijken... Hier bij mij kan dat gewoon in tv kijken. Ik kan nu niet terugsturen, maar straks wel. Konijnen kijken geen tv. Misschien kijkt jij geen tv, maar dat beest kijkt wel altijd met mij mee naar de televisie. Heel vaak met me mee trouwens. Dus die kijkt heel vaak met me mee naar de televisie. Ga je vuurwerk afsteken? Nee, want ik vind het heel erg voor de diertjes die er bang van zijn. Dus nee, ik steek geen vuurwerk af. Nee, ik kan niet met de familie vieren. Ik vier helemaal alleen. Samen met Muffin. Gelukkig niet weer. Hey Shana, alles goed met jou? Daarom, volgend jaar samen, wie weet maar nooit, als ik het had geweten dat we ons wegkomen geweest. Dat is super lief van jou, Shana. Super lief.
Als het maar op zomer is. Het gaat goed met mij. Het gaat heel goed met mij. Die zit er al in, denk ik. Niet iedereen die hier zit, die is automatisch in de groep. Dus. Daarmee. Altijd welkom hier, dankjewel. Is je haar blauw? Mijn haar is een beetje blauw, ja. Ben je van de camping? Nee, ik ben van Sinterklaas. Wacht, ik ga eventjes iets doen, hè. Ik ga eens beginnen met eten, dat is goed. Smakelijk eten, geniet ervan. En knallen, knallen, knallen. Hé hey Petra, ah, je hebt ook dingen, hè? Oh, ik volg ik u nog niet. Nu volg ik u wel, hè? Oké, okay, goedemorgen, Robin. Hoi, stil. Ben je transpiet? Nee, transpiet ken ik niet. Nog nooit van gehoord van transpiet. Kan je mij volgen? Ik zal je zeker volgen. Ik kom straks nog, dat is goed. Ik ga straks toch eens afsluiten. Dus dat ga ik straks toch doen, afsluiten en zo. Want dan gaat deze ook eten en zo'n ding allemaal. Kun je me ook volgen? Ik kan het natuurlijk volgen, maar ik volg je al. Oei, ben verkouden? Ja, je bent verkouden. Ik stond weer op de eerste rij om verkouden te zijn. Ik kan straks wel in de groep sturen, maar je moet ook. Ik kan niet alles tegelijkertijd, dus ik kan sowieso nog sturen. Geen probleem. Welkom, welkom. Niet te zat, hé. Nooit, 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 nooit. Nooit te zat. Oké, okay, tot straks. Vier maar. Vier maar met de vrienden en familie. Dat je aan het vieren bent. Dat is heel belangrijk. Om goed te genieten. Amuseer me vanavond goed. Wat ga je eten? Kaasraket. Frietjes met volleval. En als toetje eten we een chocolademousse. Een lekkere chocolademousse. Hallo, hallo, laat u smaken, dankjewel. Dat is goed. Wij eten voldoende, laat u smaken.
Ook chocolademousse. Oh, dat is ook grappig. Ook chocolademousse. Toevallig. Vind ik al chic dat het toevallig hetzelfde is. Het wordt een kaasticket met lekkere frietjes, volva en appelmoes en een chocolademousse. Ik heb juist geantwoord, zing kerstliedje. Nee, ik ga geen kerstliedje zingen. Ik ga wel zo eten. Ik ga de frietketel eens aanzetten. Zo. Voilà. Dit keer dat al wel aan. Om de live te delen. Ik denk dat er al heel veel mensen in de live geweest zijn, denk ik. Amai. Al 2,6k mensen in de live geweest hier bij Polestar. Dat is bijna niet te geloven. Zoveel mensen dat in de live geweest zijn. Video out. Avond alleen, ja. Samen met Muffin en Kriseltje en People. Dankjewel om de live leuk te vinden. Ik ga door. Geniet van jullie avondje. Ga ik zeker doen, dankjewel. En jullie ook. Geniet van jullie avond. Geniet ervan. Feesten voor twee. Is er in Blankenbergen ook heel veel wind? Allee, in algemeen is bij jullie heel veel wind. Bij jullie. Of niet? Een goede avond, prettige feest. Dank u wel, Karin. Voor jou ook. Ja, sinds deze nacht. Ja, hier ook. Ga je afsteken? Nee, ik zeg nog nooit geen vuurwerk afgestoken. En ga ik ook nooit doen. Dus, nee. Waarom niet? Omdat ik dat niet... Ik vind dat niet veilig. En ik vind dat... Dus... Nee, dat doe ik niet aan mee aan vuurwerk. Houd je van vuurwerk? Ik hou wel van vuurwerk, maar zelf afsteken niet. Ik heb nu al schrik van vuur. Laat staan dat ik vuurwerk ga afsteken. Nou, kom niet goed. Wat ga je eten? Een kaasraket, frietjes met volle vaal en appelmoes. En als dessertje een chocolademousse. Ik heb precies een restaurant dat open houden, zo reclame aan het maken van mijn eten. Lekker, dankjewel. Voor jullie allemaal te bedanken. Ik zat een heel leuk video online, je moet maar eens kijken. Maar ik ga jullie laten, want het batterij is bijna plat. En ik ga eten, ik ga een beetje genieten. En dan hoor ik jullie misschien straks wel eventjes terug. Geniet ervan, goed feesten. En dankjewel om er in 2022 allemaal massaal te zijn voor mij. Mensen die me minder graag hadden, mensen die me heel graag hadden. Bedankt om massaal allemaal er te zijn voor mij. En wij gaan dit jaar dubbel zoveel knallen, want het is een schrikkeljaar. En we zien elkaar binnenkort weer terug. Ja, misschien van de avond al. Dat kan zijn dat we een spelletje gaan spelen. Allemaal hartjes voor jullie. En ik ga je nog lang koeieneren allemaal. Tot ziens.